Juist omdat de Stadspartij het verenigingsleven erg actief ondersteunt, vinden we initiatieven als NL Doet heel erg belangrijk. Daarom gaan we de vrijwilligers die vandaag in de speeltuin van ons kandidaatraadslid Mariazee aan het werk zijn, even extra in het zonnetje zetten. En meteen even promotie maken voor de speeltuin, want ik weet dat die altijd op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. Dus blijf vooral kijken en tot zo. Zo, aan het autootje te zien sta ik goed. Dus ik heb eventjes wat lekkers gehaald. We gaan eventjes kijken of we Mariazee kunnen vinden. Achter mij zijn ze hard aan het werken. Vandaag is NL Doet, waarbij heel Nederland helpt met diverse maatschappelijke projecten. Eigenlijk in heel Nederland. En een van de projecten is de speeltuin. Waar onze kandidaat raadslid Mariazee bij betrokken is. Vandaag is het NL Doet. Ja. Een hele grote actie in heel Nederland. Wat hebben jullie vandaag in deze speeltuin precies gedaan? Nou, ieder jaar moet de speeltuin weer gereed gemaakt worden voor het nieuwe seizoen. Dus de zandbak moet ververst worden, onkruid moet weg, takken moeten opgeruimd. Dus alles moet weer heel netjes gemaakt worden, zodat het ook wel veilig voor de kinderen is. En we geven dan ieder jaar ook een project op aan NL Doet, waardoor je dus een bijdrage krijgt. En we hebben in de kantine een scheidingswand gemaakt. Ja. Want dan kun je beter de scheiding maken tussen de rommel die je eigenlijk weg wilt hebben en dat je een stuk hebt waar je netjes kunt zitten. Er is ook een beetje een keukentje, dus het allemaal een beetje netjes wordt. En ieder jaar met zo'n bijdrage kun je dan weer iets aanpakken. Ja, en dan komen de mensen uit de buurt komen dan eigenlijk helpen om het eigenlijk te realiseren? Ja. Ja, gelukkig wel, ja. Oké. En de speeltuin, ja, die gaat dadelijk weer open. Doen jullie dat ook helemaal met vrijwilligers? Ja, dus alleen maar vrijwilligers. Oké. Ja. En hoeveel vrijwilligers hebben jullie? In totaal hebben we zo'n 20 vrijwilligers die dus allemaal wat doen. Er zijn als die komen oppassen, er zijn als die komen poetsen, er zijn als die doen onderhoud. Het is allemaal verschillend, ja. Nou ja, we hebben hier een vlog, hè? Dus eigenlijk zou ik zeggen, maak meteen van de gelegenheid gebruik. Ja. Want volgens mij heb ik van jou begrepen dat jullie altijd op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. Ja, dan vallen we altijd af en dan moeten we natuurlijk weer gaan zoeken voor nieuwe. Dus de nieuwe zijn altijd welkom. Ja. Dus Speeltuin de Smits en ons ook zoek naar vrijwilligers. Oh. Het mag alles zijn, het kan een halve dag zijn. Het kan een hele dag zijn, dat mag je zelf aangeven. Dus iedereen doet wat hij is. Nou, wat hij zelf graag wil, waar hij zelf goed in is, waar hij zich goed bij voelt. Ja. Niks verplicht, alles mag. Nou, super. Nou ja, ik heb er ook nog wat lekkers meegenomen. Dat ga ik er even bij pakken en dan gaan we er even uitdelen aan alle geweldige vrijwilligers die hier aan het werk zijn. We zijn even de vrijwilligers extra gaan bedanken. We hebben Mariazee nog even in het zonnetje gezet. En ik zou zeggen, blijf vooral kijken voor de volgende vlog. En heel erg bedankt voor je medewerking. Ja, bedankt voor je komst. Ja, geen probleem. Hey, tot ziens. Hoi, Bram.